Kijken naar Jelte Bie op de 4. Een langgerekt lint. En wie gaat er dan uit? Helaas, het zal over zijn voor Laura Schakenraad. Of kan ze nog een avondje in gaan zitten op het laatste rechte stuk? Ik denk dat het laat is voor Laura Schakenraad. En zij zal de rest van de wedstrijd vanaf de zijlijn moeten gaan bekijken. Oh, volgende kwartfinale in deze 8-9-jarige open klasse. Met daar supersnel verstrokken Guus van den Eyde, Nutella BMX team. Hij gaat zich proberen te plaatsen voor de halve. Hier in de derde kwalificatiegroep 8-9 jaar voor de kwartfinales. Op die tweede plek daar Jaapie Rikker. Rikkers daar op de tweede. En op de derde gaan we dan meenemen Rik Schakenraad. Zijn zusje lag er helaas al uit. Hij zit daar op die drie heel erg goed wel. Gaan we daar concentreren op de plaatsen 4 en 5. Met momenteel Joep van der Brand aan de binnenkant. Joep van der Brand schuift daardoor. Van plaats 5 naar plaats 4. Gaat zich plaatsen. Toch voor die halve finale. Hij kan mee. Volgende groep kwartfinalisten. 8- en 9-jarige open klasse.